dat ik mij bekeer tot de islam. Yes, daar zijn we weer. Je ziet van de vlogs op jullie scherm. Vandaag gaan we een gast volgen waarvan jullie denk ik niet heel blij worden, tenminste mijn aanhang, omdat we best wel veel hebben meegemaakt. En daarom leek het mij ook wel bijzonder om hem gewoon te volgen voor vandaag en te kijken hoe hij in zijn schoenen staat en hoe hij alles beleeft en zijn werk doet en alles eromheen. Dennis Schouten. Goed, kom voor je deur. Zeg ik... Ja, je zit te schreeuwen voor mijn deur. Tuurlijk moet ik aan mijn deur gaan. Nee, ik bel aan. Zei je dat je niet aan het schreeuwen was? Dat heb je gezegd. Nu maak je er weer zo'n show. Maar dat heb ik. Nee, wacht, dat doe jij ook. Hè? Zeg maar. Ben je op? Hè? Ismael, ik vind het zo'n mooi moment. Jongen. Ja? We maken even zelf. Ja. Ja. In die camera weghalen voor jullie. Heer. Voor back, jullie back, allemaal. We kunnen niet gewoon normaal doen, jongen. Dit zijn plekkers. Jullie pakken alleen slecht nieuws. Hier voor jullie. Kijk eens wie we daar hebben. Oude truiten, vlogger. Hoe is het, Dennis? Ja. Bijzonder goed, hoe is het met jou? Ja, gaat goed. Wat heb je gedaan? Gezegd dat jij bent en ik kom net uit Enschede. Zoals iedere maandag. Moet je fucking vroeg weg. Zit je 2 uur in de auto als je geen file hebt. Dus ik ben al een beetje moe. Ja, voel je de hongerigheid ook? Nee, dat valt nog mee. Ik ben om 4 uur uit bed gegaan. Toen heb ik Brint aangegeten. Weet je wat dit is? Pap? Nee. Dus dat is pap en dan als het goed is zit je de hele dag een beetje vol. Dus ja. Maar ik ben ook niet zo'n ochtendeter hoor. Normaal, weet je, soms is het 12 uur heb ik ook nog niks gegeten. Komt wel man, het is nog 12 uur en we hebben nog een hele dag. Ja, dus, daarom. Wat gaan we nu doen? Ja, voorlopig nog niks, want we moeten wachten tot er een item is. Die is er nog niet. Ik ben er ook pas net. Oké. Okay. Is dit Polnieuws? Hè? Huh? Is dit Polnieuws hier? Ja, maar dit is een gebouw waar van alles in zit. Okay. Zeg maar, allemaal, we hebben een kamertje. We zijn niet zo groot, hè? Ga weg, man. Klein en nederig, heel bescheiden. Ja, we zijn net aangekomen in Amsterdam. We gaan even een rondje doen. Ik denk dat ik even langs Topnotch met deze man ga. Wat is Topnotch? Sier, Sier een doek. Alsjeblieft. Echt de Topnotch trui. Ja. Als ik een man op mijn plaats zet, dan krijg ik een rondje. Zo, dat vraag ik me ook wel af, ja. We hebben ook nog deze petjes. Ik ben niet echt een pettendrager. Nee, ben je geen pettendrager? Nee, maar zo kan ik wel onherkenbaar over straat, hè? Ja, hè? Ben je geen groene? Dan krijg je niet al, morgen. Ja, we hebben die. We waren net van de Topnotch en nu gaan we weer even richting de auto. Alsjeblieft. Dank. Goeiedag. Niet filmen hier zo. Goeiedag. Waarom? Maakt niet. Hij maakt er zo weer een hoedvlog van, hè? Ja. Maar mensen willen niet dat er gefilmd wordt op hun... Oh nee, ik film ook geen mensen. Ik film... Kijk, ik film u ook niet. Ik film hem alleen en mij. Is goed. Ja? Maar officieel mag het niet. Oké, dan doe ik hem uit voor u. Ja? Het is een echte truitenvlog, hè, meneer. Kent u mij? Ja. Kent u hem? Zandam, dus. Ja, gevaarlijke jongen, hè? Kent u hem? Dat is gevaarlijke jongen. Kent u hem? Ja, ook dat vind ik. Van waar kent u hem? Niet van Zandam. Nee. Enschede. Topstad, hè? Ja. Prachtige stad. Nee, is goed, dan ik doe hem uit voor u. Jij kunt zo meedoen aan het programma, de slechtste bestuurders. Ja, ga je eerst in therapie en als je eruit bent, dan ga je naar die slechtste bestuurders. Waarom? Je vindt dat ik goed rijd toch? Dat zei je net. Ja, maar dit was wel minder. Ja, dit was wel. Dit was wel maar je moet toch even die voorrang gaan toch? Ja, omdat jij Ismael bent, hè? Weet je dan dat die tram komt, dan is dat lang, man. Ach ja. Ja, Dennis. We staan voor het stoplicht. Ja, man. We zijn weer bij elkaar. Na een hele lange tijd. Ja. Wat vond je ervan toen ik jou benaderde voor deze programma? Ja, ik zal eerlijk zeggen, toen dacht ik wel van, zou ik dat doen, weet je? Veel negativiteit, want toen dacht ik aan de andere kant, ja, we zijn 2 jaar verder. Die jongen is helemaal goed geworden, die jongen is helemaal veranderd. Ja, kunnen we wel doen toch? Nou, ik heb er wel lang over nagedacht. Ik weet het, we hebben lang contact gehad. Ja. Heb je spijt van al? Nee, ja, ik heb wel een beetje dorst. Maar ik heb nog geen honger. Ja, ik weet het. Wat zwaar. Hoe heb je eigenlijk... Kijk, ik weet nog dat er ook nog video's opkwamen. Dat wij alles hadden gespeeld met Polnieuws. Had je dat gezien toevallig? Dat één grote toneelspel was, hè? Ja. Ja, maar je hebt altijd van die doemdenkers. Van die... Of heb jij toneelspel gespeeld? Ik heb niks van ergens gespeeld. Ik wil net zeggen. Dan waren wij wel slechte acteurs, denk ik. Ja, anders had ik wel... Nee, ik heb wel altijd acteur willen worden, maar nee, dat is alles behalve acteren, man. Dat is alles behalve acteren. Nee, daarom. Ik heb wel gezien, maar ja. Ach ja, wat moet je ervan zeggen, hè? Maar hoe bevalt het bij Polnieuws? Wat vind je van alle kritiek die je krijgt? Al die lovende positieve kritieken bedoel je? Natuurlijk heb ik wel goede, maar ook heel veel slechte. Ja,
Weet je, als jij, dat heb jij ook op het internet, dan gooit iedereen van alles eruit. Hè? Maar als je diezelfde mensen op straat treft, dan zeggen ze niks. Weet je, dus... Dat dus alleen de gedachte gaan, dat zou denken van, oh, dat is die gast van Bro. Ja, maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ik heb ook gewoon echt iemand die stuurt me nu al een jaar lang, echt bijna iedere week, ik neuk je moeder. Die neemt gewoon iedere week de moeite om de liefde van mijn moeder uit te spreken. Dat is toch fantastisch? Yo, echt, je hebt echt mensen, joh, die zijn zo gefascineerd door alles. Maar je hebt ook genoeg mensen die gewoon... ik krijg ook genoeg, je bent een held, maar ook wel mensen die een hekel aan me hebben. Ja, het doet me niet zoveel, weet je. Het gaat erom dat wat je maakt, dat je daar zelf achter staat. En ik heb nog nooit iets gemaakt waarbij ik dacht van... nee, dat klopt niet. Het is gewoon zo dat sommige mensen, dan loop je op straat en dan... kankerracist. En dan ga ik ook de discussie wel eens aan met die mensen. En als ze daar voor me staan, nou, je hebt ook van die types die willen helemaal niet, die willen alleen maar schreeuwen. Zeg maar, waarom vind je dat nou? En de meeste mensen, die hebben dat gewoon van elkaar, weet je. Oh, die deugt niet, die deugt niet, dat is niet goed. Maar die hebben nog nooit een filmpje gekeken, maar die weten dat van elkaar. Ja, nou, weet je, laat ze lekker. Ik zit er niet mee. Vind je jezelf racist? Nee, echt niet. Weet je, maar als ik heel eerlijk was, zou een racist een dag meedoen aan de Ramadan met jou? Nee. Nou, dat is toch het antwoord in één zin. Maar wat vind je dat dan? Dat mensen racisme? Nee. Iedereen roept racisme. Alles is toch racisme? Weet je, op dat moment dat ook werd geschreeuwd sinds een paar jaar, Zwarte Piet is racisme. Ja, alles is racisme. Snap wat ik bedoel? Nee, joh. Echt. Ik vind, zo'n woord, dat is zo uit de context gehaald. Alles is tegenwoordig racisme. Wat is racisme volgens jou dan? Nou, dat is echt als je puur op mensen, op waar ze vandaan komen, op hun huidskleur beoordeelt. Als je echt puur zegt, dat is een neger, ik moet hem niet, want hij is een neger. Snap wat ik bedoel? Mm-hmm. Maar het gebeurt ook vaak dat een Turk, een Marokkaan of een neger iets heeft gedaan waar je hem op veroordeelt. En dan zeg jij, die jongen die deugt niet. Want dit en dit. Dan ben je ook een racist tegenwoordig. Snap wat ik bedoel? Want het is heel veel zoals heel veel. Je zult vaak krijgen als mensen zeggen van ja, die Ismail, dat was een treitenvlogger. Ja, je bent racist, want Ismail is Turks. Maar als ik dat deed, dan kon je dat wel zeggen. Snap wat ik bedoel? Alles is, als je iets negatiefs zegt over mensen, tegenwoordig is alles racisme. Maar ja. Racisme is echt puur als je gewoon mensen alleen omdat ze een bepaalde huidskleur hebben of een bepaalde regio wegkomen, als je daarop veroordeelt. Wat ik net ook tegen jou zei, ik vind niet dat Po-nieuws journalisme is. Gedeeltelijk wel omdat ze vragen stellen en naar plekken gaan om verhaal te halen, maar het is meer gericht op entertainment. En... Ja, sommige dingen, weet je, niet alles is heel erg journalistiek. Sommige dingen wel, en dan kom je ook echt achter dingen. Maar soms is het ook gewoon... Ja, weet ik veel, gewoon lachen met iemand, gewoon gezelligheid, weet je. Je zegt net, het doet me echt niks als wat mensen over me denken. Maar ik kan me niet voorstellen, ik zelf ook, weet je. Het is toch niet leuk wanneer je op de straat loopt en iemand schreeuwt. Wat besef je met je zusje of met je... Nou, dat vind ik het wel vervelend als anderen ermee lastig vallen. Maar ik weet, het gebeurt niet heel veel hoor, dat er naar mij wordt geschreeuwd. Maar als anderen de last van hebben, vind ik dat veel. Maar ik vind, ja, weet je, het is... Doet je toch wel iets? Ik hoor meestal, weet je, van de 10 keer dat er wat wordt geschreeuwd, is het 8 keer, dan kijken ze aan of ze... Oh, Po-nieuws! Po-nieuws! En dan denk ik van, ja, ik weet wel waar ik werk. Bedankt. Weet je, dat is het altijd. En dan roept ze alleen. Nou, en dan heb je nog die anderen die zeggen, oh, Dennis, baas, morgen even een foto, vind echt geweldig. En dan heb je er altijd wel één of twee die niks vinden en die willen even wat roepen. Dat is denk ik ook omdat je aan mensen deed loopt. Ja, maar Amsterdam-West gaat lopen. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, ik loop niet in Kanaaleiland en in de Schilderswijk. Nee. Maar ja, weet je, daar woon ik ook niet. Wat doet dat met je? Dat je daar gewoon niet gerust kan lopen? Nou ja, ik weet 100% dat jij daar niet gerust kan lopen. Nee, ja, ongetwijfeld. Maar ik ga er niet. Wat is dan nou mooi wat ik daar zou moeten doen? Ik heb daar geen kennissen wonen, geen niks. Laten we denken van, oké, je hebt daar een afspraak of je hebt een... je moet naar een begrafenis, ik zeg maar wat. Een Tinder date. Of je moet naar het bejaardenhuis. Ja. En je moet daar langs gaan lopen omdat je geen parkeerplek hebt. Ja, je ziet allemaal, begrijp je? Ja, nee, maar dat is zo...
dat heb je gewoon over voor je zo, baan. Ja, maar zo erg is dat allemaal niet hoor. Ik doe dit werk nu 3 jaar, ik heb nog nooit echt klam gehad. Dan heb je een hele grote beveiliger naast je toen. Jij? Jij? Nee, ik heb bijna nooit beveiliging bij me. Ik denk dat ik 2 keer... Dat dag met mij? Ja, die dag, ja toen was het iemand mee hè. Ja, dat moest ook wel. Dat was een beer. Ja, en één keer. En één keer in Venlo, maar voor de rest heb ik nog nooit beveiliging mee gehad. En ik vraag er ook vaak om, hè, dan zeggen ze dat vaak zelf. We sturen iemand met jou mee. En ik vind ook dat mensen die jou op straat gaan benaderen met beledigingen en zo, dat die dat eigenlijk niet moeten doen, omdat dat niet de manier is om moslims zich voor te profileren. Het is ook recht op jullie gemeenschap ook een bepaald beeld over de moslims of over. Weet je, dat gaan ze dan. Ja, maar dat werkt. Verbinden, omdat dat werkt inderdaad 2 kanten. De manier waarop wij ons gedragen, dat is gewoon niet de manier. Zeg maar, dan heb ik het over de mensen die jou uitschatten en zo. Dat is niet de manier hoe het hoort. En als mensen dat dan zien en zeggen, kijk die moslim. Zeggen ze, kijk die Turk of kijk die. Is dat gelijk? Kijk, nee, inderdaad. Er wordt daar gauw bij betrokken, inderdaad. Ja. Maar ja, weet je, zo is de wereld. En je moet zorgen dat je daar goed mee kunt omgaan. Dat is het belangrijkste. Op het begin had ik daar ook wel moeite mee. Maar nou, zoals ik zeg, ik doe dit werk 3 jaar. Wat was die moeite dan? Nou, de eerste keren dat gebeurt, denk je, oh, ik loop op straat. Ook positieve dingen. Toen ik wist nog dat voor het eerst iemand mij op de foto wou, toen dacht ik, oké. Weet je, ik heb daar veel, en nog steeds heb ik daar veel moeite mee. Ik heb helemaal geen zin om bekend te zijn. Ik ga ook niet meer, sinds ik dit werk doe, ga ik bijna niet meer naar feestjes. Ik ga helemaal niet meer uit. Ik heb daar gewoon moeite mee. Ik wil gewoon lekker mijn werk doen en niet. Nee, ik vind het idee, fans en ongemak, nee, vind ik echt bekend zijn, vind ik echt niks aan. Nee, dat had voor mij allemaal. Ik vind mijn werk leuk en ik vind het leuk dat ik overal kom en dat ik verslag mag doen. Maar bekend zijn, ja, dat zit er nou eenmaal bij, maar dat had voor mij niet genoeg. We zijn alweer bijna bij het roze kantoor van de publieke omroep van Weldenken Nederland en dergelijke. Wist je dat daar de afkorting voor stond? Vet, hè? En ga ik eens even vragen of er al wat te draaien is. Maar ja, het is warm, weet je. Heel veel mensen gaan al zo half op vakantie. Dan is er weinig nieuws. Dat is wel. Is dat chill voor jou toch? Nou, ik doe altijd liever wel iets. En meestal is er ook wel wat te doen. Maar soms heb je gewoon echt dagen dat het gewoon net niet iets is voor ons. Dus ik wil ook niet iets heel saais maken. Gaat zien, man. Waar geloof je eigenlijk in? In niks. Ja, mezelf. Maar niet in een god. Waar denk je dat we dan gaan eindigen uiteindelijk? In de kist. En daarna niks. Ik vrees dat het dan ophoudt. Maar weet je, ik heb gewoon. Ik vind ieder geloof, als het nou het christendom is, het boeddhisme, het islam, ieder geloof, dat is voor mij hetzelfde. En dat is dat het er niet is, weet je. Je komt er niet achter. En ik denk nooit te lang na over dingen waar ik nooit achter kom. Ik kan me wel iedere dag bezighouden met wat gebeurt als ik doodga. Maar of ik me daar nou een dag mee bezig hou of 3 jaar, ik kom daar nooit achter. Dus. Dan probeer ik met dingen bezig te zijn waar ik wat zelf aan kan veranderen of waar ik achter kan komen. Dus. En mensen die geloven, die mogen dat voor mij ook doen, dat respecteer ik. En ook daarom doe ik dus ook, ik respecteer dat jij meedoet in de Ramadan en dus doe ik voor jou ook een dag mee. Maar ik heb er niks mee. En zolang zij de andere mensen niet meer lastig vallen, dan is het goed. Hoe denk je dat de wereld is ontstaan dan? Nou, dat weet ik niet. Dat weet niemand. Maar ja, dan probeer ik gewoon logische gedachten en dan was er gewoon ooit iets. En ik denk, maar hoe is er ooit iets ja, uit de niets gekomen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kan ik wel antwoord op geven, maar dat weet ik niet. Ik denk dat, maar ik geloof in hoe de mensen zijn ontstaan, denk ik wel. Dat er toch op een bepaalde manier apen of wat dan ook waren die langzaam de evolutietheorie en dat daar mensen uitkwamen. Theorie, zegt het zelf. Dat is een theorie. Ook een theorie. En daarom denk ik, hou ik me er ook dus niet mee bezig. Want dat is net zoals ieder geloof. Je krijgt dat antwoord niet op. Denk je niet dat alles heeft een begin in deze wereld, toch? Ja. Er moet wel iets zijn dat dit heeft gecreëerd dat eigenlijk geen begin heeft. Ja, ongetwijfeld, maar dat weten we ook niet zeker. Nee, dat moet wel, want als die ander ook een begin had, dan was er weer iets boven hem. Ja, maar hoe dat ooit begon, dat weten we niet. En weet je, je komt er niet uit en daarom hou ik me er ook niet mee bezig. Dat, weet je ook nooit verdiepen in een geloof? Wel, mijn vader is gedoopt, mijn opa en oma, waar ik heel veel mee omging, die waren christelijk. Hè. Ik ging wel eens naar de kerk. Nogmaals, daar had ik ook respect voor, maar ik had ook niks met de kerk. Nou, we zijn net even langs de persgroep geweest, langs Topnotch. We hebben net ook even gezeten en een beetje tijd aan het verspillen. Hij heeft net een itempje gekregen, we gaan nu naar Amsterdam. Wij doen altijd, als ik met deze cameraman ben, doen we altijd even zingen onderweg. Ja. Welk liedje? Even kijken.
René Schuurmans, ken je René? Nee, helemaal niet. Ja, ik weet zeker van je top. René Schuurmans met Late Zon. Nee, dat vind ik echt niet top. Man. Nee, vind je top. Nee, dat vind je echt super. Ik ben er klaar voor, ik ben benieuwd aan. Wil je dood? Het begint al goed, hè? Kom, hè? Een lach, een groet, een blij gezicht. Een vogel zwevend naar het licht. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Want het duurt toch maar even. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Je moet straks een stukje meer zingen. Ja. Het strand, de zee, de volle maan. De hemel waar de sterren staan. Ben je niet gelukkig? Wat is dit? Ben je niet gelukkig? Heb je soms verdriet? Denk dan aan de zon. Die spel. En zing dit lied. Kom op, laat de zon in je hart. Oh, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven. Y no te voy a negar. No te lo voy a negar. Maar als ik die, hoe heet die gast? René Schuurmans hart vind. Ben ik dan een goed geïntegreerde Hollander? Ja. Wat? Vind je René Schuurmans hart dan? Nee, ik vond het echt niks. Maar wist je ook dat we zulke dingen deden? Of had je ook alleen maar in je hoofd? Natuurlijk dat... wist ik dat wel, maar het is ook meer dat jullie... als we gewoon eerlijk moeten zijn, als jullie bij de buurt komen... dan weet je wat je gaat verwachten, toch? Ja, maar dit is ook een buurtje. Amsterdam, gevaarlijk. Ja, maar dat is niet te vergelijken met Poelenburg of zo, toch? En dit is ook overigens veel leuker, hoor, dan die wijken waar het mis kan gaan. Ruk, kan je niet die foto verwijderen? Als je een foto wilt maken, krijg je gewoon vlak mee. Moet niet zo aan de foto met je? Natuurlijk. Nee, kijk, weet je wat is? Jullie komen zeg maar in een wijk als Poelenburg, dan weet je wat je gaat verwachten. Nee, tuurlijk, maar dat hoort er ook bij. Maar dat is helemaal, weet je, iedereen gaat erin, dan moeten wij er ook in. Maar eigenlijk wat ik alleen maar wil zeggen, het is meer, 9 van de 10 keer maken we dit. Gewoon items waar iedereen om lacht, waar iedereen lol om heeft. Mm-hmm. Nou, dat is ook gewoon het beste, weet je. Maar jullie, Bonit is wel extreem rechts, toch? Nee. Je kunt, het zijn mensen die zeggen het is een beetje rechts. Maar dat is ook goed, want bijna alle andere omroepen na WNL zijn erg links. Maar nee, niet zeker niet extreem rechts. Het is niet een PVV-omroep, zoals veel mensen zeggen. Nee, maar waarom worden dan altijd artikelen geschreven over Sylvana of Kuzo? Of als het over mij gaat, is het altijd negatief? Ja, en daar kan ik je heel eerlijk over zeggen. Die mensen die artikelen schrijven, die zie ik nooit. Die zijn niet eens bij ons op de redactie. Mm-hmm. Die werken vanuit huis. Dus dat staat echt... Ik ken die mensen niet. Ik lees die artikelen ook. En voor de rest niks. Wat vind je van die artikelen? Nou ja, het ene artikel vind ik leuker dan het andere, maar dat geldt ook voor de video's. De ene video die een collega maakt vind maar ik zeg maar dat ze zo negatief over mij schrijven, wat vind je daarvan? Ja, maar ja, jij bent ook gewoon klootzak, hè? Dus dat moet kunnen. Nee, ja. Het is altijd wel met de knipoog, toch? Als ze over jou schrijven. Ja, bij mij niet, toch? Ik bedoel, als je naar de reacties eronder krijgt, is het allemaal mensen die me uitschelden en zo. Ja. Eerlijk, wat vind je daar dan van? Ja, dan heb ik wel heel veel medelijden met jou. Nee, ja, wat vind ik daarvan? Ja, ik vind daar niks van. Ja, ik, het zijn artikelen die spreken me niet aan, want ik lees het en denk van ja. Nu ontwijk je het een beetje. Ja, geschreven staat gewoon helemaal los van de video, dus mm-hmm. het is inderdaad... Maar het is wel zeg maar, als ik bij Ponies ga werken ja. En ik doe een item omdat zij mij daar naartoe sturen. En ik zeg, ik sta er niet achter, maar ik doe het alsnog. Nee, maar het komt wel eens voor. Dat ze bijvoorbeeld zegt, nee, dus maak dit of dit. En dan zeg ik van, nou, dat vind ik niks. Vind ik geen leuk item of ik sta er niet achter, maak het niet. Dus die vrijheid heb ik wel. Het is niet, Dennis, je moet dit doen. Mm-hmm. Nee, dat gebeurt gelukkig niet. Jij bent rechts. Ik heb, dat mag je wel weten, ik heb CDA gestemd. Dat is rechts.
christelijk rechts. Is dat geen islamofobische ding? Nee, partij? Nee. Nee? Nee. Ik denk dat niemand CDA, die heeft niks tegen de islam. Nee, het is wel een beetje pro, iets christelijk, weet je. Mm-hmm. Maar nee, het is niet... Nee, heeft niks tegen de islam. Je komt allochtonen tegen, die zijn best wel irritant of heel vervelend soms. Ja. Krijgen dan niet, zeg maar, haat of zo tegen hun? Nee. Nee? Kijk, het is jammer dat ze zou reageren, maar die roze plopkap, die werkt als een stier, zullen we zeggen, weet je. Ik bedoel, je houdt het ding omhoog en ze komen eraan, weet je. En dan ga ik met ze in gesprek van, als het er niet is, dan kunnen wij het er niet insnijden, dus dan is het er niet. En als ze dan juist dan je, zo... Vind je niet dat dan ponies echt op zoek zijn naar die scènes? Dat mensen eieren op hun gooien? Wij zijn zeker niet bewust op zoek naar problemen. Zeker niet. We proberen ze juist te vermijden. Bij Plumberg, jij wist wel dat je 100% met eieren zou bekogeld worden. Nee, dat was voor mij wel een verrassing. En toen maar je bent echt niet op zoek naar die... Nee, toen ben ik ook weggegaan. Ik was op zoek naar jou. Ja. En dat duurde heel lang voordat jij er was. We gingen erin voor jou. En weet je, dat was gewoon... Het gebeurt heel vaak. Ophef je in een slechte wijk hier, ophef je slecht. Dan gaan we er niet eens naartoe. Maar dit was echt nieuw. Jij was zo stroomvervelend dat iedereen er was. Telegraaf, Hart van Nederland, wij, iedereen. Dus ja, dan moeten we er ook heen, weet je. Dus... Maar dan voor mij, dit vind ik dus ook weer, en dus niet alleen de mensen. Maar soms zijn jullie wel echt provocerend in de vragen. Ja. Dan lokken jullie het echt uit. Nee, dat vind ik niet. Wij vragen wel waar het op staat. Ja, wij doen het wel anders als de NOS. NOS is poeslief en wij vragen waar het op staat. Dat bedoel ik. Wij zeggen gewoon waar het op staat. Mm-hmm. Maar ja, noem je dat provocerend? Zeg maar als iemand... Wat ik vind heb als gemerkt, ik naar iemand toe loop, ik zeg, hé, klootzak, dat is provocerend. Weet je wat ik provocerend vind? Dat wanneer iemand niet gefilmd wordt worden of niet geïnterviewd worden en dat je dan zeg maar doorgaat en doorgaat maar dat doorgaat. Doen we niet. Dat doen we praktisch nooit. Nee. Dat doen we alleen als dat echt in het belang nee, is van het Dennis. Item. Nee, dan nee, moet nee. het een raadslid zijn, dan moet het een belangrijk gezicht zijn. Ja, als iemand van de politiek wat verkeerds doet, weet je, en, ja. hij heeft een grove fout gemaakt, ja. dan mogen wij hem toch terechtwijzen op die fouten. Zeker. En dan, ja, hard ook nog. Ja, precies. Want die heeft de verantwoordelijkheid. Maar als wij een foxpopje, zoals we dat noemen, halen, ja. en dan zegt hij... In zijn woorden, mevrouw, mag ik u wat vragen? En dan zegt zij, nee, ik wil weg. Oké, geen probleem, dan gaat maar ze dat door. Zie je heel vaak, dat je dan zeg maar doorgaat terwijl mensen niet geïnterviewd. Zeg maar met die taxis. Mensen moesten gewoon wegrennen. Taxi-ronselaars. Ja, die mensen ja, moesten tuurlijk, gewoon wegrennen. Maar die hebben wat fout gedaan. Mm-hmm. Dat zijn op dat moment boeven. Mm-hmm. Weet je, die ronselaars... Maar niet allemaal die je interviewt, toch? Ik zorg wel dat die ik aanspreek en ik draai door, dat ik zeker weet dat die fout is. En die ronselaars, die waren aan het ronselen. Die waren mensen aan het oplichten. Ja. Ja, weet je, dan maakt het niet... Tuurlijk wil zo'n rondslaan, geen enkele crimineel wil in beeld. Als Alberto Stegeman iemand betrapt, wil die ook niet in beeld. Moet Alberto dan zeggen, oh stop. Nee, want die rondslaas waren boeven. Dus die moet je dan ook hebben. Nee, daar sta ik dan ook achter dat je daar achteraan gaat. Ja, we zijn net aangekomen in Almere. We gaan ook vanavond hier eten. Juventus, Real Madrid. Ja, wat zijn het? Even voordat hij achteraan fokt, ik ben Juventus. En ik ben zo overtuigd dat ik win. Dat als ik toch verlies, dat ik me bekeer tot de islam. Echt? Ja, maar ik win gewoon, dus waar hebben we het over? Maar echt. Ik hoop echt dat ik win. Maar je laat, ook als je met 10-0 verliest, kijk, dan laat je dat even zien, hè? Ja, oké, is goed. Kijk, laat zien. Laat zien, je wil niet laten zien, hè? 6-0. Ja, wat moet ik nog meer zeggen dan? Was ik nou zo goed of was jij zo slecht? Ik denk dat jij gewoon goed was. Dan geef ik dat met moeite toe. Je hebt het gedaan, man. Ponet money. Nou, Dennis, hoe gaat het tot nu toe? Het einde is in zicht, hè? Nee, ik kijk er wel naar uit. Ik ben nou ook wel klaar ermee. Ik heb honger en dan word ik chagrijnig, weet je. Dan... Ja, ik zie het aan je, man. Ja, dus... Ik heb nog een paar vragen voor je voordat we gaan afsluiten. Zijn er... Kan je misschien de reden vertellen waarom je bent begonnen met video's? Ja, dat is eigenlijk een hele trieste reden. Want mijn ouders zijn 2010 gescheiden. En toen, ik had daarvoor eigenlijk altijd al ruzie met mijn moeder. Dat komt eigenlijk door mijn moeder. Ik was eigenlijk nooit goed, weet je. Ze wonen samen, mijn vader die werkte hard. Heeft een eigen bedrijf. En ja, ze zei altijd dat ik niet goed was. Dan had ik ADHD, dan had ik autisme, PDD-NOS. Alles wat je kunt bedenken dat... Dat heeft ze wel gehad en toen, Dennis, je moet naar de psycholoog dit, psycholoog dat.
Nou, van het een kwam het ander. Medicatie kreeg ze iedere keer voor elkaar. Ik kreeg Ritalin, Concerta, een of ander experiment uit Amerika waar ik niet eens van sliep. Nou, en alsof dat nog niet erg genoeg was, moest ik toen zelfs uiteindelijk naar het speciaal onderwijs met allemaal autisten en zo. Het is goed voor hun dat het er is, maar ik werd er echt ongelukkig. Nou, toen heb ik niet eens mijn VMBOT-diploma gehaald. Toen zijn hun wel godzijdank gaan scheiden. Allemaal rechtszaken of ik wel bij mijn vader mocht blijven. Dat was echt... Want mijn moeder die zei, ja, hij kan niet voor Dennis zorgen, want Dennis heeft dit en dat. En nou, heeft ze van alles geregeld. Kwam er nog een volg tussen, jeugdzorg. Uiteindelijk mocht ik wel bij mijn vader blijven wonen. Maar ja, toen had ik was op die school, ik was iedereen die ik kende, weet je. Mijn vrienden raakten kwijt op zo'n school. Ik had die pillen gehad, veel te lang. Weet je, als ik aan dokters vraag, dan zeggen ze van... Ja, als je die pillen niet zo lang had gehad, dan was je 7 centimeter langer geweest. Dus dan denk je wel af en toe van, ja, weet je, dat is echt... Shit, als je die pillen zo lang krijgt. En helemaal als het niet nodig was, weet je. Het was echt, alleen zij vond dat. De rest vond het allemaal onzin. En als psycholoog of psychiater niet eens meer was, zei ze, ja, dan ga ik wel naar een ander die wel, dat ze wel voor elkaar kreeg. Maar ja, weet je, dan ben je 18. Het begint eindelijk weer beter. En dan kreeg je studiefinanciering. Dus, maar ja, wat was het? Samen kon ik 380 euro krijgen. Tel maar gewoon, hè. 380 euro krijgen als studiefinanciering, maar dat kon ik niet krijgen omdat, omdat mijn moeder dan redelijk inkomen had. Dus toen werd het maar 80. Dus ik allemaal brieven sturen moet je dan je moeder eraf te krijgen en dan is je moeder buiten beschouwing, zeg maar. Nou, en wat Flik zei, uiteindelijk die duo die dat regelt belt haar op en ze zegt ja klopt niet, Dennis die eert nog wekelijks voor mij. Ja, toen was ik zo boos hè. Dus ik heb een vriend gebeld, ik heb gezegd dan koop mijn camera. Ik zeg, dan gaan we ook bij haar in, weet je. En camera erin. Die vriend van haar had ook nog een brasserie. Dus ik denk, ja, weet je, fuck it. We gaan naar die brasserie. Ik eet daar, ja, wekelijks, zeg jij. Dus ik kom eraan. Ik zeg, ja, klop. Ik kom in. Dat doe ik hier kennelijk iedere week. Terwijl ik haar al jaren niet meer sprak. En die vent helemaal agressief, helemaal gek geworden. Nou ja. Uiteindelijk liep heel blij te houden. Maar ik stuurde dat filmpje naar Duo. Want Duo zei tegen mij, bewijs maar dat jij niet met je moeder omgaat. Ja, hoe kan ik nou bewijzen dat ik niet met iemand omga? Ik denk, dat is de enige manier. Dus ik heb naar Duo gestuurd. En, maar ik was ook zo boos, hè. Want die vriend die werd helemaal gek, jongen. Die pakte mij direct bij de keel. Ik ben toen zo boos geworden. Toen deed ik nog niks. Toen had ik het op Facebook gezet. En dat filmpje, voordat ik het wist... Heel Twente deelde dat filmpje. Dus iedereen wist het ervan. Dat was niet de bedoeling. Dat had ik ook nooit online moeten gooien. Maar ja, goed. Zo begon het wel. Uiteindelijk kreeg ik mijn studiefinanciering. Toen begonnen wij met... Met diezelfde vrienden begonnen wij YouTube-account, dat heette toen geen commentaar. En, nou, ging goed, totdat we uiteindelijk die magische, die radiocentamateur, die ken je wel toch, die man met dat ding. En die troffen we toen uiteindelijk. En, zo ben je eigenlijk begonnen. Ja, toen wel de poot. Dus het is echt van iets heel kuts, is iets heel moois ontstaan. Dus, ja, dat... Je werd ook mishandeld en zo? Ja, dat was met die medicatie, weet je, dat is mentaal. Dus je bent, daarna, ik was weg, toen flikte ze dat bij mijn zusje. Niet met pillen, maar je bent niet goed. En altijd negatief, weet je. Ze is gewoon... Dat doet wel iets met je. Ja, altijd negatief. En ik zeg, ik wil niet naar speciaal onderwijs, moet je naar speciaal onderwijs. Ik wil niet aan die medicijnen, met allerlei medicijnen experimenteren en zo. Hou je nog wel van je moeder? Nee, ik heb haar nog al zo lang niet meer gezien. Ja, in de rechtbank zie ik haar nog wel eens. Maar, weet je wel, allemaal oude shit. Maar, nee. Ik heb wel heel lang gehad dat ik heel boos was op haar, echt. Dat ik haar haatte. Maar die woede is ook weg. Dus ik heb het wel enigszins verwerkt. Dat is wel het belangrijkste. Misschien dat ze je door dit weer contacteert of zo. Ja, maar ja, dan spant ze weer een rechtszaak aan, joh. Dat laat ze maar weer doen. Ja. Bedankt. We gaan in. We gaan eten. Je hebt honger, hè? Maar je hebt de dag volgehouden, respect. Ja. Oh ja, wat ik nog wel wil zeggen, ik zag je hem toch al filmen. Ja. Toen uiteindelijk, weet je, ik begon bij Pound en... Ja, in het begin voor het eerst was eigenlijk ook mijn eerste echte baan, je verdient geld te verdienen. En toen heb ik uiteindelijk, toen het echt goed ging bij Pound. En toen dacht ik, ja, toen was die auto die ik heb gekocht, hè, was voor mij echt iets van, oké, weet je wel, zie je wel, ik kan wel wat. Je hebt altijd gezegd, ik kan niks, ik ben niet goed. Maar kijk, ik heb nog een baan, ik heb een mooie auto kunnen kopen, ik ben gelukkig. Dat was echt voor mij de afsluiting. Dus die auto, dat is voor mij wel... Ja, het is meer dan een auto. Ja, het is niet alleen die auto, weet je. Oh, mooi BMW, zeg maar. Maar die auto is voor mij echt de vestiging. Iedereen kijkt ernaar van, kijk, het is mij wel gelukt. Nou, ik word onderhand wel gek van honger. Hier, fans van jou. Best gay friend, dat is helemaal in om te hebben. Ik heb dat niet, maar... Nee, ik merk altijd wel als ik dan, zeg maar, die mensen spreek. Als ik dan mensen spreek
die moslims zijn, die hebben altijd zo'n haat aan homo's. Dat vind ik jammer. Denk, ja. Dat is een beetje ouderwets. Ja, dat leert de geloof ons niet om haat te hebben tegen mensen. Het is alleen dat, je kan het zijn, maar je moet het niet praktiseren. Dus je moet het niet... Ja, je mag geen seks hebben. Nee, maar je mag het ook niet zeg maar uitvoeren ofzo. Nee, ja, dan heb dat seks is toch uitvoeren? Ja, ook. Dat is een onderdeel van, maar ook geen relatie hebben. Ja, dat vind ik jammer. Maar ja. Ik vind homo's... Nee, maar ik vind gewoon, weet je, tegenwoordig kan toch alles? Denk ik van ja, homo's... Dat is ook niet goed. Nee, niet alles is goed, maar ja, homo's, weet je... Zoals laatst, ik was veel met die jongens in Arnhem, die met een betonschaar in elkaar zijn geslagen. Daar kan ik wel echt boos van worden. Ja, maar dat iedereen denk ik wel. Ja, nee, daarom, maar dat was puur homohaat. Dat waren wel moslimjongeren die dat deden. Dat is niet een geloof dat het ligt, hè? Nee, tuurlijk, okay. Maar het zit wel een beetje in dat geloof. Moslims zijn, homo's zijn dus niet oké. Okay. Niet oké, okay, maar het slaan is ook niet oké. Okay. Nee. Net zo niet oké. Okay. Dat zijn we dan wel weer met elkaar eens. Nee. Normaal denk je ieder jaar, want ik kom op te veel, ja, het is Ramadan. Nou, het zal wel. Maar nu sta je er wel bij stil van dat het echt een zware dag is. Waar je echt fucking veel honger hebt en moe bent. En... Nee, dus daar heb ik wel respect voor. Als je jouw vrienden, de Turkse gemeenschap, de moslimgemeenschap, dit hebt gezien, denk je dan dat ze dan... Hoe denk je dat ze daarop reageren als ik dat doe? Geloof ze dat? Ik denk dat ze een ander beeld over jou hebben gekregen, maar niet per se over Ponius. Ik sta ook niet achter Ponius, zal niet achter Ponius staan. Maar ik denk dat ze een heel ander beeld over jou krijgen. Ze worden geen ver van omroep. Nee, dat sowieso niet. Ik hoop het niet. Nee, ik hoop het niet. Nee. Ja. Ben je fan van omroep? Ikke. Ja, ben je nou fan van omroep? Nee man, je bent gek man. Ah, what the fuck man. Nee, ik hoop dat ze het gewoon tof gaan vinden en dat ze het waarderen dat je het hebt gedaan. En ja, en? Wat moet ik zeggen? Wat is het eigenlijk? Ja, was een bijzondere dag. Ja hè? Na 2 jaar. Ja man, klopt. We hebben elkaar niet doodgemaakt. De hoedslag. Toch de hoedslag. Oh ja, wij zijn 10 keer gekker.